De barokke winterrijdschule hier achter mij behoort tot het Hofburgcomplex. De Spaanse rijschool is een van de oudste scholen ter wereld voor het opleiden van paarden. Het instituut werd voor het eerst benoemd in 1565 en viert dit jaar dus haar 450-jarig bestaan. Dit mag dan wel de Spaanse rijschool heten. Hier zie je tegenwoordig geen Spaanse paardenrassen meer, maar enkel nog de zogenaamde Lipizzaners. Die naam is afgeleid van Lipica, het stadje in Slovenië waar dit ras oorspronkelijk vandaan komt. De paarden zijn bij hun geboorte donker van kleur. Pas als ze een jaar of zeven zijn, worden ze zo mooi wit. De scholing van de paarden neemt zo'n 4 jaar in beslag. De uitvoeringen in de school laten de principes van de zogenaamde haute-école zien. Een veel eisende serie oefeningen die op en boven de grond worden uitgevoerd en die zowel van de paarden als van de ruiters absolute discipline, wendbaarheid en gevoeligheid vragen. Kunststukjes als de beroemde capriole in de lucht of de levade op de achterbenen vinden hun oorsprong in technieken van de cavalerie, maar werden later verfijnd en gestileerd tot een soort paardenballet. Deze unieke traditie is in Wenen bewaard gebleven en geeft ons een vleugje barok in het heden. De oefeningen worden op muziek gedaan en eindigen met een schoolquadrille. Hier zie je de zogenaamde levade, waarbij het paard op de achterbenen staat met de hakken bijna tegen de grond. Hier zie je de capriole, een sprong waarbij de achterbenen tegelijk naar achteren trappen. En dit hier is de zogenaamde piaf, waarbij het paard ter plaatse pas maakt, meestal tussen twee palen. Je kan nu al misschien je ticket boeken, want de voorstellingen zijn vaak uitverkocht. Anders kan je hier ook nog gewoon de ochtendtrainingen meemaken. Morgen gaan we inkopen doen op de Nashmarkt. Tot morgen!